Oké, we gaan beginnen met de eerste spreker. Joost Zuurbier. Applaus. Het is koud, het is dinsdag, het is 14 december. Ik heb nog 4 minuten en 50 seconden, geloof ik. Om jullie te overtuigen dat het aan de andere kant van de wereld een stuk lekkerder en beter is. Ik ben naar Tokelau geweest, een klein eilandje in de Stille Zuidzee. Hoe kom je daar? Nu moet hij beginnen, dat is de grote vraag. Ja, je gaat even vliegen naar Bangkok, daar zijn de meeste van jullie wel geweest. Dat is maar een uurtje of 11. Dan vlieg je door naar Sydney, dat is nog een keer 11 uur. Sommige mensen zijn er ook geweest. Je gaat door naar Auckland, en dan begint het pas, want dan moet je je vlucht pikken naar Apia op Samoa. Die gaat 2 keer per week, valt ook nog wel mee. En dan 1 keer per 2 weken gaat er een vrachtschip van Apia naar de eilandengroep Tokelau. 3 atollen in de Stille Zuidzee. Het is een beetje donker, maar je kan het wel hier zien. Hier moet je dus die 2 weken wachten voordat je met dat vrachtschip mee kan. 48 uur, 2 volle dagen, 2 volle nachten. Geen kajuitje, gewoon lekker op het dek. Lekker die regen over je heen laten komen en dan ben je daar. Aan de andere kant van de wereld. En dat is heel paradijselijk. Je hebt geen internet, je hebt helemaal niets. Je hebt alleen maar een strand en ongeveer 1168 mensen op dit moment. Het is een kolonie van Nieuw-Zeeland. Jullie denken, waarom vertelt hij dit in godsnaam? Het is een hoofd van het eiland, de Ulau Tokelau. Die wordt jaarlijks gekozen uit de 3 leiders van die 3 atollen. Een leuk detail is dat ze dit jaar van Obama een 4e eiland erbij gekregen hebben. Swains Island, waar 34 mensen wonen. Alleen omdat Amerika wel de eerstkomende 250 jaar de visrechten zou mochten blijven krijgen om het eilandje heen. Want anders ging het feest niet door. Ze eten geen groente, geen fruit. Het eten is er niet lekker. Er zijn heel veel mieren en je wordt ongeveer 57 jaar. Maar wat goed is, de zon schijnt altijd. Je kent ook Tokelau misschien wel van een paar weken geleden, toen er 3 arme jongens op een bootje zaten die 50 dagen lang onderweg gegaan zijn, een meeuw hebben meegepikt en uiteindelijk gevonden werden 1800 kilometer van Tokelau, vlakbij Fiji, door een Japans visserschip. Dit heb ik gestolen van het Jeugdjournaal. Waarvoor bedankt. Ik ben er geweest, ik heb daar hun eerste internetverbinding aangelegd. Er waren eerst ongeveer 1700 mensen, dus 500 mensen hebben sinds mijn aanleg van het internet het land verlaten. Die zijn naar het groenere gras gegaan, naar Nieuw-Zeeland, en die hebben daar hun heil gezocht. Want iedereen in Tokelau heeft een huis op Nieuw-Zeeland. Die hebben ze ooit eens in een deal in de jaren 80 gekregen van hun moederstaat. Ik ben niet van Tokelau, maar ik ben van .wk. Ik heb 10 jaar geleden een licentie gekocht van het eiland, van de Ulau Tokelau en de overheid, om hun .tk te runnen. En misschien ken je het wel op het internet. Wij zijn een extensie. Net als .nl van Nederland is en BE van België heeft Tokelau .tk. En we doen dat volgens de Tokelau-principe, volgens INATI. Ik hou dit praatje ook in het Engels, ook voor Amerikanen, die begrijpen er niks van. Want INATI is delen alles wat je hebt. Als jij met 6 man in een familie zit, dan krijg je gewoon, als je niet kan vissen, maar je krijgt van de vissersman, krijg je gewoon 6 vis. Want jij woont op het eiland, het is een heel sociaal gebeuren. En datzelfde principe hebben we toegepast op de verspreiding van domeinnamen. Kortom, ze zijn gratis. En daarom zijn we ook zo groot. We zijn nu nummer 9 in de wereld. We zijn groter met .tk dan het land van Berlusconi.it. Er zijn geen servers op Tokelau, want Tokelau die heeft geen stroom. Ze hebben geen stroom. Het gaat om 11 uur, gaat het 's avonds uit. En dat zou niet goed zijn voor ons. Als je op dit moment naar een .tk website zou gaan, dan zou het gewoon niet werken. Nog 1 minuut. We hebben ongeveer 35 miljoen domeinnamen geregistreerd in de laatste 10 jaar. Er zijn er 4 miljoen actief. En ons businessmodel gaat er eigenlijk om van alle domeinnamen die niet meer gebruikt worden, daar zetten we advertenties op. En een gedeelte daarvan gaat naar Tokelau. En we voegen 20% toe aan hun bruto nationaal product. Wij zijn groter
groter dan het aantal postzegelverkopen, het aantal muntverkopen en een stukje evenredig als een visserijopbrengsten die ze krijgen van de Japanners. Dit is een advertentiepagina, misschien kom je ze wel eens tegen. Dat zijn een van de 31 miljoen domeinen die niet meer actief zijn. We groeien met ongeveer 40.000 namen per dag. En ik denk dat we, nou ja, hopelijk in 2013 dat het geen Comnet.org meer is, maar Comnet.tk. Daarvoor zijn we bezig met een investering van een investeringsgroep die 2,5 miljoen gaat investeren in april, een tweede ronde. En we zijn een wat nieuwe diensten aan het uitbrengen, onder andere voor hosting providers. Die 40.000 nieuwe namen per dag, die komen nu binnen via onze eigen website. Maar binnenkort kan je ook gewoon naar je lokale hosting provider gaan en daar je gratis TK registreren. Dat was hem. Ja! Bedankt. Nou, binnen 5 minuten. Volgende spreker alweer. Steven van Bellegem van Insights Consulting. Oh ja, sorry. Oh, je wil een cijfer, je wil zelf een cijfer. Ja, jury, sorry. 887.